Ja, in principe is het de bedoeling dat ouderen langer thuis blijven wonen. En wat zo jammer is, is dat dit dan een hele omgekeerde beweging is. Als de polyklinieken weggehaald worden, de spreekuren, dan haal je de zorg op maat bij de mensen weg. En betekent dat dus dat ze niet op de fiets of wandelend? Dat betekent dat ze niet op de fiets of lopend of desnoods met de rollator nog naar het spreekuur kunnen. Er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden, maar die zijn dan of wat verder weg of wat onbekender. Het zou natuurlijk heel mooi geweest zijn als daar ook wat meer informatie over gegeven was. Wat ik Tonruikens eigenlijk verwijt, is dat hij helemaal niet gecommuniceerd heeft. En er zit een cliëntenraad in het ZGT. Ik kon daar geen tot nauwelijks contact mee krijgen. En dat vind ik eigenlijk toch wel verwijtbaar. De wethouder heeft ook het een en ander gezegd over deze kwestie. Hoe ziet u het in? Ik zie het ik zie het somber in. Ja. Ja, ik denk als dit nog, als we hier nog wat aan dat echt de poli helemaal open houden, nou, dan moet de wethouder toch wel wat politieke druk uit gaan oefenen. En misschien wel meer dan alleen de wethouder. Maar wij zullen daar zeker ons steentje aan bijdragen. Wethouder Johan Koes wil proberen het ziekenhuis nog op andere gedachten te brengen. Binnenkort gaat hij met bestuursvoorzitter Ton Ruikers van het ZGT in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Als het verdwijnt, dan kunnen de mensen die daarop aangewezen zijn, die kunnen daar geen gebruik meer maken. Dat betekent vervolgens naar de ziekenhuizen toe, naar andere polies toe. En ja, dat betekent veel meer verkeersbewegingen. Al dan niet met problemen. Sommigen kunnen heel makkelijk zich vervoeren, anderen veel moeilijker. En daarom willen we heel graag deze voorziening hierin behouden.